Ochtend, 16 minuten over 9. Goedemorgen, je hebt aan de slag aanstaan op NPO Radio 2 en in de studio Duncan Lauren. Yes, goedemorgen. 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 Hoe heb jij geslapen? Op zich goed. Ja? Ja, het was even moeilijk om in slaap te vallen. Ja. Na alle adrenaline die van rush. De avond. Ja. Maar ja, lekker geslapen. Je hebt gisteren in De Wereld Draait Door het liedje losgegooid. Wat inderdaad Jan Willem net al zei voor de ochtendshow. Het voelde een beetje alsof je eigenlijk mocht vertellen dat je meedeed met Wie is de Mol of zo. Of je mocht vertellen. Ik hoorde het inderdaad. Dat idee. Ja, wie is de Mol? Ja, ik snap de vibe. En ik had het zelf ook wel. Ik zei het gisteren ook aan tafel bij De Wereld Draait Door. Dat het echt voelde als een soort, ja, je bent met iets heel groots bezig. Ja. En je mag dat maar niet presenteren, weet je wel. En jij weet het, en je team om je heen ook. Maar je wil het naar buiten hebben. En dat is nu gebeurd. Dus dat was inderdaad misschien een Wie is de Mol momentje. Maar dan heb je het alleen nu over het liedje waar je een tijdje aan gesleuteld hebt. Maar ik heb ook begrepen dat je dit liedje ziet als het begin van je carrière. Terwijl je toch al best wel tijd bezig bent met liedjes maken. We hebben je natuurlijk op het podium gezien van The Voice. Dan is het helemaal zo'n moment van oké, nu beginnen we elkaar en dit is de dag, dit is de avond. Ja, ik heb de afgelopen jaren heel veel geschreven voor vooral mezelf en ook voor anderen. En daar in die flow ging ik telkens door en echt een zoektocht naar oké, welke muziek wil ik straks naar buiten hebben. En ja, gisteren was het niet het einde van een zoektocht, maar wel een heel mooi begin van de volgende fase, denk ik. Kan me voorstellen. Hey, ik begreep, je speelde orgel vroeger. Die stond thuis. Je hebt op dat ding het eerste instrument. Maar was dat ook zo'n donkerbruin houten jaren 80 orgel met van die ribbenboxen? Zo'n orgel en van die dingen aan de onderkant waar je dan de bastonen mee speelt met je voeten. Oh, echt? Als je als driejarig kind dan daarachter zit, dan kom je daar niet eens bij. Nee. Het enige waar ik het bij hield was één klavier waarop ik een soort van piano probeerde te spelen. En stiekem had ik toch, denk ik, als driejarige ook al zoiets van, ik denk dat ik piano mooier vind als orgel. Ja. Maar dat durfde ik niet helemaal tegen mijn oma te zeggen. Oh, want het ding was natuurlijk al best wel oud. Dus oma, als je dit hoort, sorry. En welke bekende liedjes speelde je op dat ding? Ik maakte eigen liedjes. En één liedje wat ik ook altijd heb gezongen, en ik heb de laatste video van gevonden, is Daarbij die molen. Die had ik van mijn oma geleerd. Nee, joh. En dat was echt, dus als ik dan in de kinderwagen in de supermarkt zat, was ik aan het zingen en dan kwamen alle oude vrouwtjes om me heen staan, want die vonden dat natuurlijk helemaal geweldig. Dus toen was ik al aan het optreden, zeiden ze. Wat mij opvalt, Duncan, is ik zie jou hier nu zitten en ik zag je gisteren ook bij De Wereld Draait Door. Ik zie geen marketingplan, ik zie geen bedacht verhaal, ik zie gewoon jou zitten. Zelfs al ben je misschien ongetwijfeld super nerveus, zeker op zo'n avond als gisteravond. Ja. Ik zie gewoon jou en dat hoor ik ook in het liedje. Ik hoor niks anders dan, nou, jou of zo. Ja, dat is ook heel fijn. Het voelt ook echt als ik Arcade zing. Of gisteren ook toen ik het samen met dan het publiek ook van De Wereld Draait Door en heel Nederland zat te kijken. Dan denk ik, ja, het is gewoon wat het is. Maar het is zo'n bizar gevoel dat je jezelf zo kan laten zien op zo'n groot platform. Ja. Dat maakt het spannend. Ja. Dat is ook, dat besef ik nu ook, nu ik dit zeg. Dat is hetgene waarvoor ik het meest spannend was. Want het is zo wie ik ben, wat ik presenteer. Dus dat is, Ik ga meer met jullie zo. Eerst gaan we het liedje natuurlijk even draaien. Wat reacties weten, Duncan? Ja, kom maar op. het is. Ik ga het ook letterlijk voorlezen wat hier gewoon staat. Wat een ongelooflijk mooi liedje. Kipvel, ik ben fan. Wat een stem, heerlijk. Benieuwd naar de visuals, hoe je dat. De videoclip hebben we gezien natuurlijk. Ja. Onder water. Ja. Opgenomen, we zien jou naakt. Naar dat oppervlakken gaan, waar het oppervlak staat voor, wat zei je ook weer? Ja, klopt. Wat ik samen met Paul Bellaert heel erg heb geprobeerd neer te zetten, is dat inderdaad het oppervlakte staat voor de hoop die ik ook beschrijf in het liedje. Dus het verlangen naar iets, het verlangen naar een liefde. Dat hebben we dat oppervlakte laten zijn. Dus ik ga als het ware naar boven, naar de hoop toe. Ja, mooi. En ga je op het podium ook op die manier een beetje uitbeelden? Of kan je er nog niks over zeggen? Ik probeer het gewoon. Bob zegt, ik heb niks met het Eurovisie Songfestival, maar voor hem ga ik kijken. Ah. Heerlijk, wat een prachtig liedje. Als we hier maar niet mee winnen, dan weet ik het niet meer. En dit is echt gewoon letterlijk wat ik voorlees. Ik censureer niks. Dit is ongeveer een beetje wat het is. Hey, maar waar hou je zelf van? Want ouders zijn ook wel redelijk van de muziek, begreep ik. Klopt, U2, Queen, dat soort dingen. Wat...
Wat zijn nou echt nummers waar jij, waarvan je denkt, ja, dat was mijn jeugd of zo. In de auto met pa of dat zoiets. Ja, in de auto met mijn vader herinner ik me, toen waren we in Frankrijk op vakantie, dat ik op een gegeven moment een cd'tje meenam van Kings of Leon. En hij is inderdaad altijd heel erg fan van U2 geweest. Dus alles wat ik in die trant, zeg maar, meenam, een Snow Patrol van Kings of Leon, dat vond hij helemaal geweldig. Maar Kings of Leon hebben we toch wel echt grijs gedraaid. Dus zeker als ik een liedje als Crawl van Kings of Leon hoor, dan moet ik aan mijn vader denken. Ja, ik zit er te kijken, want dat is een beetje een albumtrack. Ik heb ja, het is een albumtrack inderdaad. Het is niet echt een single. Wat is een leuke single van ze? Ik vind eigenlijk de singles minder. En die zijn ook leuk, maar ik vind juist die rauwe albumtracks, weet je wel, dat vind ik veel vetter. Okay. Er wordt veel meer geëxperimenteerd dus ook qua sound. En het is, anders krijg je toch al gauw Sex on Fire of die soort liedjes. Maar die zijn een beetje grijs gedraaid. Ik ben hem even aan het opzoeken in Spotify. Misschien lukt dat. Wat zijn de reacties die jij tot nu toe hebt gehad op je eigen nummer? Hoor je het? De computer loopt niet vast. Hij speelt niet eens af. Hij is gewoon onbekend, dames en heren. Ja. Nee, hele positieve reacties. En ik ben super blij en ook heel erg opgelucht daardoor. Want het is toch, wat ik net al zei, super spannend als je zoiets presenteert wat zo van jezelf is. Ja. En waar je eigenlijk al jaren naartoe leeft. Om iets te gaan presenteren als dat op zo'n mate is, dan is dat gewoon heel spannend. Dus ik ben heel blij en opgelucht. Nog één vraag. Ik heb begrepen dat als jij zenuwachtig bent, in wat voor situatie dan ook, dan ga je zingen om jezelf te ontspannen. Ja, klopt. Dat lijkt mij heerlijk. Stond in je eigen biografie. Oh ja, klopt, ja. Ja, dan moet ik ook nog aan wennen, weet je wel. Ja. Dat alles nu overal staat weet en alles, zo. Ja, ja, ja. Nee, inderdaad. Als ik, dat heb ik vroeger altijd al gedaan. Ik zong mezelf in slaap en nu doe ik dat niet meer. Dat lukt niet meer. Heb ik wel eens een keer geprobeerd, maar dat lukt niet. Maar inderdaad, als ik zenuwachtig ben, dan begin ik te neurien en te zingen. Maar het lijkt me lekker. Nervositeit tijdens het optreden lijkt me redelijk kans dat aanwezig is tijdens het festival. Ja, tijdens het optreden, dat weet ik niet of het zo werkt. Oh. Het is meer gewoon heel rustig, eventjes wat neurien en meezingen. Ik denk dat het vooral is, een soort van rust vinden. De computer is ontploft hier, Duncan, maar ik heb wel Notion gevonden voor Kings of Leon. Komt dat een beetje in de buurt? Ja, zeker. Is die lekker? Ja, dat is toch heerlijk. Okay. Ja, ik hou er erg van. Even in de auto met je pa. Yes. We gaan je volgen, Duncan. Wij gaan mee naar Tel Aviv met het radioprogramma om daar een heleboel wat te volgen. Je hebt zometeen nog een persdag, begreep ik, in Wisseloord met alle pers die je van alles gaat vragen. Ja, daar gaan we nu meteen mee. Heel veel succes, heel veel plezier. Dankjewel. En ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen, maar ik heb er een goed gevoel over. Dank, super bedankt. Dat je er was. Dankjewel.